mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta hier weer even op de plek waar ik natuurlijk vorig jaar zelf ook een ongeluk heb gehad. En er is weer een ongeluk gebeurd. Deze keer niet met een scooter. Maar er is wel een kraan bij betrokken. Die stond op een vrachtwagen en die heeft de bovenkant van die brug geraakt. Ja, die was te hoog. Dat is ook iets wat hier wel vaker gebeurd is. Hier bij de Butterhuizen Spoorbrug. Dit is de N242, ook bekend als de Westerweg. Ja, en daar verderop, daar had ik natuurlijk vorig jaar dat ongeluk. Ja, dat was ook met een kraan, die was in de berm bezig. Nou, deze was niet in de berm bezig, deze stond op een vrachtwagen en die heeft de brug geraakt. Ja, en dan moet ook alles afgesloten worden. En in dit geval het fietspad ook, want er lag ook delen. Dus dat is ook afgesloten. Ja. Toch wel een vreemd gezicht. Ja, toen was het ook afgezet dat ik natuurlijk het ongeluk had gehad. Ja, toch wel confronterend, ondanks het feit dat het natuurlijk heel wat anders is. Maar goed, het is dus weer afgesloten nu. Het had toen trouwens van tevoren ook afgesloten moeten zijn dat ik aankwam rijden. Maar ja, dat was niet afgesloten. Ja, en na het ongeluk wel. Ze zijn nou van alles aan het schoonvegen, want er ligt allemaal glas en zo. Ja, het is behoorlijk wat in het rond gegaan hier. Dus ja, ik kan nu niet aan de andere kant komen. Ja, ik kan wel aan de andere kant komen, moet ik een heel eind gaan omrijden. Dan kan het wel. Maar nu zo doorrijden, nee, dat gaat niet. Ja, dat had toen eigenlijk ook niet moeten gaan dat ik dat ongeluk kreeg. Toen had ik ook niet moeten kunnen doorrijden, maar ja, toen kon het wel, toen was het niet afgesloten. Ja. Toen was het daarna dus wel afgesloten door mijn ongeluk. Ja, en nu is het dus weer raak. Nou, dit is al vele malen eerder gebeurd. Dat er iets niet helemaal onderdoor kon. En dit is natuurlijk de andere kant van die tunnel. En ze zijn hier nog steeds bezig met van alles op te ruimen. Ja, er is aardig wat op te ruimen. Hij heeft hem behoorlijk geraakt. En ja, er is een hoop troep op de weg gekomen. En op het fietspad. En dat moet dus allemaal opgeruimd worden. Het is nog steeds afgezet hier ook. Nou, en dit is hier al vaak gebeurd hoor. Ja. Het treinverkeer kan trouwens wel gewoon doorrijden, dus nou, dan is hij ook weer niet zo heel erg hard geraakt, dus, want anders had het ook wel stilgelegd geworden. Ook wel eens gebeurd. Maar dit is zeker niet de eerste keer hier ook. Nee, het zal de laatste keer ook niet zijn. Dus we moeten hem eigenlijk eens een keer een stukje verder uitdiepen. Ik ken er wat meer wagens onderdoor, want op deze manier wordt het niks in ieder geval. En ze hebben het aan deze kant vanzelfsprekend ook afgezet. Met pionnetjes. Ja, dan weet je in ieder geval dat je niet rechtdoor kan. Maar ja, goed, je kan hier afslaan en dan kan je een andere richting nemen. Maar daar kan je voorlopig nog niet langs. Er zijn nog van alles wat opruimen. Ik zag in ieder geval geen fietsen leggen of bromfietsen. Dus die zijn niet geraakt bij dit ongeluk. Ja, want er zijn wel brokken op het fietspad terechtgekomen. Maar zover ik weet zijn er dus geen mensen geraakt die op het fietspad rijden. Ja, want dat kan ook nog gebeuren. Ja, ik ben natuurlijk zelf toen door die kraan geraakt die daar aan het werk was. Maar ja, dat had nu ook kunnen gebeuren, want ja, het lag van alles op het fietspad. Maar zover ik weet is er niemand geraakt. Ik weet niet zeker natuurlijk, maar ik zou geen fietsen of scooters leggen. Dus ik ga ervan uit dat er niks gebeurd is op dat gebied. Nou, ze zijn hier nog wel even bezig. Ik ga de muur even afsluiten en ik ga zeggen tot de volgende.